Genie. Ja. Het was vanavond een heel emotionele avond, denk ik, voor jou. Dat zeker. Je laatste minuutjes zijn aangekomen. Wat waren zo de mooiste momenten van je jaar? De mooiste momenten? Goh, ik denk degene die mijn Facebook, mijn social media wel hebben gevolgd. Ik denk van de 365 dagen dat ik Mr. Gay was, zat ik ergens, iedere dag wel ergens. Om daar nu één moment uit te kiezen, leek me tamelijk onmogelijk en moeilijk. Ik kan er wel drie geven, denk ik. Ik weet, ergens om het begin toen ik Mr. was, in augustus, had ik de eer om op de Antwerp Pride te speechen voor 11.000 man. En dat was wel tamelijk impressionant. Ook mijn deelname aan Comeneten, ik weet niet of daar iemand mee bezig heeft. Ja, dat is zeker. Ding is, ik ben eerste geworden van, om er te beginnen, maar dat is niet uit. Ja, maar we hebben daar ook gewoon zo'n leuke tijd gehad met de productie en met de andere kandidaten. Er komt trouwens een reunie aan, waar ik heel blij om ben. Dus dat vond ik ook heel leuk. En ook ja, Mr. Gay World, dat het land van mijn dromen gaan bezoeken. En al die vriendschappen dat ik daar heb gemaakt. En dan denk ik toch dat die drie toch wel... Ja, nu het is je afscheid. Ja. Hoe zwaar valt je dat? Ik denk dat dat subiet te zien zal zijn. Zwaar dat valt. Het is geen afscheid, maar een begin van iets moois. Wij wensen jou als organisatie enorm veel succes in de toekomst. En uiteraard blijf je, zoals ik gisteren op mijn Facebook zei, niet meer de mister, maar wel een goede vriend. Ja. En Jamie, ik kan misschien niet meer al de mooie herinneringen herinneren, maar wij hebben ze samengebundeld in een mooie video. Kijk maar even mee. Nog een warm applaus. Mr. Gay Belgium 2017. Jamie de Bleek. Ik probeer het nog een beetje te zeggen. Goed.
Ja, waar ga ik beginnen? Ik denk hetgeen wat ik nu voel, toen ik hier aan begon en nu ook de dag, nu dat mijn einde nader is, vooral dankbaarheid. Ik heb heel veel meegemaakt het afgelopen jaar. Ik ben de wereld rondgereisd. Ik heb dingen gedaan waar een jongen van 18, 19 jaar alleen maar van kan dromen. Ja, ik zou er ook 10.000 mensen kunnen bedanken, maar ik had gewoon simpel houden. Bram, de organisatie, de hele Mr. Gay Belgium crew, bedankt om er voor mij te zijn. Bedankt om mij een tweede familie te geven. Bedankt om naar mij te luisteren als ik het nodig had. En ook vooral, ik wil iedereen hier in de zaal. Ik heb hier familie zitten van achter, mijn broer, mijn schoonzus, mijn vrienden die hier zitten. Iedereen die er voor mij het afgelopen jaar is geweest, die mij heeft gesteund en gesupport in mijn verhaal. Iedereen die het hele jaar lang aan mijn zijde heeft gelopen, wil ik heel hard bedanken. En in mijn laatste minuten als Mr. Gay Belgium had me nog een kleine raad geven voor iedereen die zich hier ooit heeft verstoten gevoeld door de maatschappij. In het leven kun je vallen, in het leven kun je verdomd hard vallen. Maar het is niet het blijven liggen dat je gaat sterker maken, maar het is het terug opstaan. Maakt niet uit wat je bent, maakt niet uit wie dat je bent. Als je een droom hebt opgeweld, gaat daarvoor. Laat niemand u zeggen dat je het niet kan. Ondanks uw leeftijd, uw lengte, uw breedte, uw hoogte, uw kleur, uw nationaliteit, maakt niet uit. Want als het erop aankomt, zijn er geen degene die je droom gaan moeten waarmaken. En je gaat die verdomme ook waarmaken als je bereid bent om de hard te vallen, terug op te staan en door te gaan. Mooie man. Dankjewel. Super hard bedankt. En daarom wil ik mijn mysteriaal afsluiten met de woorden waarmee ik ooit begonnen ben. Ik ben en ik ga altijd gewoon Jamie blijven. Jamie de Vries, dames en heren.